Als je gaat filmen kun je daarbij speciale effecten en effectlenzen gebruiken. In deze video wil ik het erover hebben wat je allemaal voor opties hebt, hoe je daarover nadenkt en waar je allemaal nog meer aan moet denken. Hoi, ik ben Riske en je bent terechtgekomen op het kanaal van De Videomakers, waar we jou allemaal tips geven in de vorm van video over het maken van video. Ja, superleuk toch? Dus als jij houdt daarvan, van dat soort dingen en je ook bezig bent met iets met video, word dan zeker ook eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder. Vinden we vet gezellig als je erbij bent. In deze video wil ik het gaan hebben over speciale effecten die je kunt gebruiken tijdens het filmen. En dan heb ik het over filmen met dit soort camera's, iets grotere camera's waar je dus wat meer ruimte hebt om speciale dingen mee te doen. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld wil bespreken is dit soort lenzen. Ik zal even laten zien dat hij heel bijzonder is. Kijk, hij beweegt. Zie je? Nou, dat is raar, hè? Nou goed, dit soort dingen wil ik gaan bespreken. En de reden dat we deze video nu gaan maken is eigenlijk omdat we opeens contact hadden met Transcontinenta. Dat is een importeur van verschillende video- en filmproducten. En van hun kregen we de Lens Baby Lens. Dus dit is het merk is Lens Baby en we kregen hem van Transcontinenta. En daar moeten we er natuurlijk eventjes bij zeggen. En ze hebben ons nog wat meer dingen gegeven die ik zo meteen ga laten zien. En dat was eigenlijk de reden dat we deze video wilden maken. Ik zou het ook nog andersom kunnen zien. Dit zijn dingen die ik al heel lang wilde gebruiken. Want ik heb ooit, denk ik, 15 jaar geleden heb ik al eens gewerkt met een Lens Baby Lens. En dat vond ik toen heel leuk, maar ik heb het al die jaren tussendoor eigenlijk niet meer gedaan. Omdat ja, het is best wel een bijzondere lens. En die moet je dan weer kopen. En ik dacht, ja, ik heb hem ook niet per se nodig. Maar het is wel heel leuk. En ik had onlangs een videoopname shoot van een boektrailer van een goede vriendin van mij. En daarvoor dacht ik, nou, daarvoor zou het nou leuk zijn om een beetje te experimenteren met gekke lenzen en gekke effecten. Dus toen hadden we contact met Transcontinenta en kwam ik erachter dat zij Lens Baby importeur waren in Nederland. En toen dacht ik, nou, dit is nou een goed moment om eens eventjes te vragen, mogen wij er zo eentje hebben? En dat is ook heel leuk om een video over te maken, omdat ik het leuk vind om dit soort trucs met jullie te delen. Wat nog goed is om erbij te zeggen is, ik zal ook een artikel schrijven bij deze video. Dus als je benieuwd bent naar de producten die ik hier ga noemen, check dan zeker ook even het artikel. Daar hebben we allemaal linkjes naar waar je het kunt vinden en wat het precies is. De link naar het artikel zetten we zeker in de beschrijving onder deze video. Dus check zeker eventjes daar als je dat artikel wilt lezen en misschien wel ook producten wil gaan gebruiken. En ik ga het hier dus hebben over effecten die je kunt toepassen tijdens het filmen. En bij veel van deze effecten merk ik vaak dat mensen me vragen, maar waarom zou je dat tijdens het filmen doen? Want je kunt het toch ook achteraf in de nabewerking doen, dit soort effecten? Ja, dat klopt. En toch is het heel anders. En ik merkte ook dat toen ik aan het zelf aan de slag ging hiermee, dat ik tijdens het filmen creatiever werd. En dat ik meer mogelijkheden zag en dat ik anders ging nadenken over de shots die we gingen opnemen. En ik merkte dus dat het echt tijdens mijn proces van het maken iets toevoegde. En dat het ook de effecten die je ermee creëert, dat die toch anders zijn dan wat je achteraf kunt toevoegen. Dus ik ben zeker wel voorstander van juist dit soort dingen gebruiken tijdens het filmen, omdat het toch echt wat toevoegt. Ja, eigenlijk als je me niet gelooft, moet je maar een keer proberen en dan zul je zien, dan zul je voelen wat voor verschil dat maakt. De effecten waar ik het over heb, dat zijn dus bijvoorbeeld dit soort effecten. Hier zie je een soort van rare onscherpte langs de randen van het beeld. En dit soort effecten waar je een soort van vreemde dingen voor de lens ziet, waar je een soort van onscherpe lichteffecten mee krijgt. Onder andere. En dit soort dingen zijn heel leuk dus om tijdens het filmen toe te passen. Maar het is wel iets om over na te denken, wanneer zou je dit soort effecten nou gaan gebruiken? Want ik zou zeker zeggen dat niet voor elk soort video dit soort effecten geschikt zijn. Kijk, voor dit soort video's bijvoorbeeld, dat ik gewoon instructies zit te geven voor de camera en gewoon wat, wat uit zit te leggen. Dan is het raar als ik opeens vreemde onscherpte effecten ga toevoegen of rare lichtinvallen. Dat past niet bij dit soort video's. Ik bedoel, tenzij ik het erover heb natuurlijk. Maar nee, dus niet voor elke video is het geschikt. Als je een gewone bedrijfsfilm maakt of een uitlegvideo zoals dit. Of een nieuwsitem of zo. Dan is het allemaal, zou ik zeggen, niet per se logisch om dit soort effecten te gebruiken. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere soort video's waar het wel heel erg van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan fictie.
En fictie is ook hetgene wat ik er hiermee gedaan heb. Want ik ging dus een boektrailer maken voor een vriendin. En dat is een trailer, maar dat is dus ook een soort van fictie. Dus het is gewoon een verhaal eigenlijk wat je vertelt. En fictie is typisch iets wat je wil extra aanzetten door effecten, waardoor je nog meer gevoel erin kunt leggen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan trouwfilms of videoclips voor muziekbands, wat ook een beetje soort van richting de fictie gaat. Dus alle soort projecten waar je iets meer creativiteit in kan gebruiken. Daar zou ik zeggen, is dit echt heel erg tof om te gebruiken. Wat er ook nog wel bij gezegd moet worden, is dat het meestal tijdens het filmen meer tijd kost. Dus je moet ook wel de ruimte ervoor hebben om die effecten te gaan gebruiken. Omdat juist ook als je daar de ruimte voor hebt, wordt het ook extra leuk. Want dan geeft dat je ook de headspace of zo, de ruimte in je hoofd om erover na te denken van, oh wacht, ik probeer nog eventjes die andere lens om te kijken wat voor effect dat voor dit shot heeft. En dat zijn dingen die heel tof zijn. Goed, laat ik dan nu eens eventjes wat verschillende dingen bespreken die je zou kunnen gebruiken. Om maar te beginnen met deze rare lens. Want hij doet dus inderdaad een beetje zo bewegen. Maar waarom is dat nou? Nou, dit is dus de lens die dat vreemde onscherpte effect geeft. Ik zal je hier even een shot overheen plakken waar je het een beetje ziet gebeuren. Je ziet inderdaad dat de randen van het beeld hier, die zijn gewoon onscherp. En dat is eigenlijk onlogisch. En waarom dat onlogisch is, is dat normaal als je met een camera en een lens scherp stelt op iets, dan is alles wat op dezelfde afstand van de camera is, dat is scherp. Dus als je een shot ziet waar de zijkanten opeens onscherp zijn, is dat heel raar. Omdat dat niet de logica van scherpte is. En ondanks dat je dat misschien niet weet, want niet iedereen weet dat, hoe het scherpte werkt, ben je wel gewend dat scherpte op een bepaalde manier werkt in beeld. En daardoor als het anders is, denk je, vreemd. En wat ik dus heel leuk vind met het effect van deze soort lens is dat je een heel vervreemdend effect krijgt. En dat geeft me ook nog een beetje, het kan ook een beetje benauwend zijn. En dat is vooral de manier waarop ik het gebruikt heb, omdat die boektrailer, dat was natuurlijk, het was een soort spannende actiefilm die we aan het maken zijn. Dus dat benauwende effect wat het gaf, dat vond ik wel mooi iets toevoegen. Je zou ook kunnen zeggen dat het dromerig is. Stel dat je het bijvoorbeeld voor een trouwfilm zou gebruiken en je hebt inderdaad die onscherpe zijkanten, terwijl twee mensen elkaar gaan zoenen in een mooie omgeving. Ja, dan wordt het dromerig. Dus het zijn verschillende soorten effecten die je ermee kunt gebruiken, afhankelijk van wat voor soort shots je aan het maken bent ermee. En hoe het werkt is dat doordat de lens niet recht is, want je kunt hem dus inderdaad scheef gebruiken. En als hij dus scheef staat, dan krijg je dus meer en minder onscherpte aan één kant. Of je kunt hem naar boven of naar beneden doen en dan krijg je het meer aan de onder- en de bovenkant. Dit is ook het soort lens waarmee je van die effecten kunt maken waardoor alles heel miniatuur lijkt te zijn. Dat heb je misschien wel eens gezien. Zo'n beeld, dan zie je vaak een beetje een stad bijvoorbeeld van iets schuin van boven. En dan zie je dat de bovenkant en de onderkant van het beeld een beetje onscherp zijn, waardoor je een miniatuur effect krijgt. Dat is heel grappig. Dat kun je dus ook met dit soort lenzen doen. Dit is de Lens Baby Composer Pro met daarin de Edge 35. Nou goed, dit zal ik allemaal in het artikel zetten. Maar je hebt dus wel verschillende van dit soort lenzen die allemaal net iets anders doen. Vergelijkbaar, maar net iets anders. En ik heb specifiek voor deze gekozen omdat ik dus inderdaad het mooi vond om die onscherpte aan de zijkant zo te krijgen. En dat ik dat ook kon sturen door te schuiven met zijn onscherpte, zeg maar. Dat vond ik heel leuk. En deze is gewoon voor Canon EF. En je hebt ze ook voor andere lensvattingen. Dus dat vond ik heel cool. En ik heb deze gekozen omdat dit me mooi leek. Dus dit is ook een 35 mm lens. Die dus verder niet kan inzoomen. Hij kan alleen maar bewegen. Wat me nog opviel tijdens het filmen ermee. Want ik heb dus een hele filmdag eigenlijk voornamelijk met deze lens gefilmd. En ik vond het fantastisch leuk. Maar het is ook een heel raar effect. Ik ben natuurlijk als professionele filmmaker gewend om scherp beeld te maken. En alles moet netjes zijn en recht gekaderd en scherp en goed. En met deze lens is dat iets om los te laten. En dat is ook juist de lol ervan, merk ik. Omdat het heel moeilijk is om scherp te stellen. Zoals je begrijpt, misschien wel, heeft hij geen automatische scherpstelling. Dus je moet zelf scherpstellen aan de hand van een scherpstelring. En die scherpte werkt dus anders dan normaal. Normaal zie ik de scherpte zeg maar van hier, zie ik hem zo naar hier lopen en heen en weer. En kun je door aan de scherpstelring te draaien, kun je dat scherptepunt verleggen. Nou, bij deze niet. Bij deze gaat het niet zo, maar gaat het zo. Dus je ziet de scherpte een soort van schuin over je beeld trekken. En dan ook nog een soort van schuin soms, een beetje zo. En dat is heel raar, omdat je daardoor ook een soort van het gevoel hebt dat je de scherpte veel minder onder controle hebt.
En dat kan aan de ene kant leiden tot een soort van, oh nee, ik heb de scherpte niet goed onder controle. En aan de andere kant leidt het bij mij juist tot meer creativiteit. En dat ook los kunnen laten, zo van, ja, maar dit is juist wat ik wil. Dit is juist het effect wat ik wil bereiken. Dus ik probeer dan ook tijdens zo'n filmdag juist de rommeligheid ervan te omarmen. Omdat dat juist is wat ik mooi vind. En daardoor zie je, ik zou trouwens eventjes ook een link naar de boektrailer die ik gemaakt heb hieronder zetten. Omdat je daardoor eigenlijk in die hele video het hele effect van die lens kunt zien. En wat het ja, in de verschillende shots doet. En wat je ook zult zien is dat het op sommige shots ligt de scherpte misschien ergens waarvan je denkt, ja, is dit nou het mooist? Had je niet bijvoorbeeld één shot waar twee personen tegenover elkaar staan en dat er de scherpte een beetje niet helemaal over hun heen loopt, maar dat een deel van hun onscherp is? Terwijl ik zou zeggen, als ik het perfect zou willen, dan zou ik zeggen, oké, die twee figuren moeten scherp zijn en de rest mag wel onscherp zijn. En dat lukt dan net niet helemaal, omdat je zo'n lens gewoon minder onder controle hebt. En ergens denk ik, dat vind ik dus juist ook wel tof. Laat het maar rommelig zijn. Ja, ik ben wel benieuwd wat je hiervan denkt ook hoor. Dus mocht je die trailer gekeken hebben, vind je het effect werken? Vind je het mooi? Wat doet het met jou? Want dat is ook interessant om je af te vragen van wanneer wil je zoiets gebruiken? En dit effect van die onscherpte, dat is dus typisch iets wat je in feite ook achteraf zou kunnen doen. Want je kunt altijd in montageprogramma's wel onscherpte toevoegen en dat ook op bepaalde plekken alleen maar in beeld toevoegen. Ik zal even een shot laten zien. Dit is een shot van de Lens Baby met de Edge erop, de Edge 35, die dus onscherpte aan de randen geeft. En dit is ongeveer hetzelfde shot, maar dan met een gewone lens waar ik achteraf dus onscherpte heb toegevoegd. En ja, wat is nou het verschil? Ja, jij ziet het. Ik kan nog niet reflecteren op wat ik zie, omdat ik die shots nog niet gemaakt heb. Maar wat ik vermoed dat het verschil is, is dat de digitaal achteraf toegevoegde effecten, dat die netter zijn. Want als ik dat digitaal achteraf ga doen, dan ga ik gewoon rechte lijnen doen. Weet je, want dan denk je, oké, de zijkanten onscherp, prima. Terwijl met dit ding, als je daar gewoon live mee filmt, dan is die onscherpte inderdaad misschien een beetje schuin of zo. En loopt het niet helemaal perfect. En is ook nog eens de scherpte, die wel scherp is ook anders. Want die loopt bijvoorbeeld veel verder naar achter door. Want dat is met deze, omdat die de scherpte dus eigenlijk niet op zo'n lijn heeft, maar de scherpte is eigenlijk een soort van op zo'n lijn. Wat dus ook als effect heeft dat ook dingen in de achtergrond scherp zijn, terwijl de zijkant niet scherp is. En dat is eigenlijk wat je met een gewone lens dus ook niet krijgt. Omdat je met je gewone lens, als je daar scherp stelt op iets op de voorgrond bijvoorbeeld, dan is dus de achtergrond onscherp. Ja, dus dat kun je eigenlijk niet achteraf bereiken. En nou zou ik zeggen dat gevoel van dat er op de achtergrond iets scherp is, nog terwijl het hier ook scherp is en aan de zijkanten niet. Ja, is dat nou mooi dat er op de achtergrond ook nog dingen scherp zijn? Ja, goeie vraag. Ja, maar dat is sowieso met dit soort dingen. Wat vind je er nou van? Vind je het mooi? Ik vind het wel echt wat toevoegen. En ik merkte tijdens het filmen dat ik het een heel gaaf effect vond en dat het me inspireerde ook. Dus dat is ook nog toch echt iets wat ik belangrijk vind om te noemen, is dat het los van het verschil in beeld wat het geeft, of je het tijdens het filmen of achteraf doet, geeft het ook tijdens het filmen extra inspiratie. Dus ik merk ook dat het mij als filmmaker tijdens het filmen helpt om het meteen te doen. Omdat het me daardoor andere shots laat maken. En dat is iets heel vaags, dat kun je nauwelijks aanwijzen. Ik kan dat niet een soort van laten zien wat het verschil is. Dat is meer gewoon, dat merk ik tijdens het filmen, dat ik er anders over nadenk. En dat ik het leuker vind om te doen zelfs. Dus, en dat vind ik toch ook zeker echt wat waard. Dat was heel cool. Super scary. Het volgende wat ik wil noemen is de Lens Baby Omni Set. Deze hebben we ook gekregen van Transcontinenta. Vet leuk. Deze hadden we ook al een keer gezien bij Robin de Ridder trouwens. Op zijn Romedia YouTube kanaal. Robin, hoi Robin. Zullen we hem even eten? Ja, zullen we hieronder even zetten. De Omni Set van Lens Baby. Dus dat is hetzelfde merk, maar dan andere dingen. Ik ga even het een en ander uitpakken, want het is een beetje... In de eerste instantie dacht ik ook, wat is dit allemaal? Je doet dus deze ring. Die draai je op je lens. Je hebt dus ook dit soort ringen met verschillende formaten, dat die ook op verschillende soorten lenzen past. En dan hebben we dus een ring op je lens. En je ziet al dat hier een soort van dingetjes zitten. En daar hebben we allemaal gekkigheid bij. Als je dit voor het eerst uitpakt, dan denk je, wat is dit allemaal? En dat is dus allemaal om bijzondere effecten te maken.
Blijf er maar uitkomen, joh. Ja, het is eindeloos. En je ziet al dat dit heeft allemaal van dit soort bolletjes. Zie je? En die bolletjes... Dat is wel heel ver weg. Ah, ik zoom wel even in mijn digitaal. Het heeft bolletjes die plakken hierop. Dat is leuk. En het heeft ook nog een soort verlengers. Oh, hier zijn de verlengers. Dus ik heb ook nog deze om ze wat verder weg te doen. Zo, het is allemaal super... Nou, magnetisch wou ik zeggen. En hierdoor kun je dus ze op verschillende manieren voor je lens houden. Nou wil je ze niet pal voor je lens houden, want dat geeft natuurlijk een raar lelijk effect. Maar juist een beetje langs de randen. En wat het doet, is dat het dus het licht een beetje anders gaat breken. En dat is grappig. Het kan bijvoorbeeld dus een effect geven van alsof er wat bladeren voor de lens hangen. Of iets anders wat een soort van... onscherp in de voorgrond is, waar je doorheen filmt. Of lichtinval die net bijzonder valt. En met dit soort dingen kun je dus dat soort effecten aanzetten. En dat is best wel tof. En het werkt ook dus best wel makkelijk, merk ik, dat je gewoon die dingen ervoor kunt doen. En een beetje... daaraan kunt draaien. Dus je begrijpt ook al, als je aan het filmen bent met zoiets, dat je de hele tijd een soort van dit zit te doen van, oh ja, precies dit wil ik. Omdat je door het ook maar een heel klein beetje te verschuiven, kun je al best wel veel verschil maken. Oké, ik zal eens eventjes een klein voorbeeldje maken hier ter plekke. Ik film nu een close-up van de FX6 met de armen van Gietje erachter. En ik heb het nu nog niet in beeld, maar ik ga het nu een beetje het bovending in beeld brengen. Kijk. Je ziet dat het een soort van vreemde onscherpte geeft. En je ziet een soort van lichtpuntjes erin, zie je dat? Stipjes, daar zie je het heel duidelijk. Dat is onze ledlamp die je eigenlijk te gereflecteerd ziet erin. Dus dat is wel geinig. Dus het is wel, je moet een beetje draaien en rommelen hiermee... totdat het een effect geeft waarvan je denkt, oh ja, dit vind ik mooi. Dan kunnen we aan de onderkant nog iets toevoegen. Zo... Zie, het kan als je dit goed gaat gebruiken, want ik zeg niet dat dit nu mooi is. Sorry daarvoor. Maar als je dit goed gebruikt, kan het een soort van dromerig lichteffect toevoegen. Goed, ik zet deze weer even uit. En de verschillende dingen die je daarbij krijgt, die geven dus allemaal zo hun verschillende effecten. En je zou zeggen van, wat doet nou zo'n plastic dingetje? Maar dat kan allemaal, dus doet het best wel veel. En je krijgt dus wel, als je dit koopt, heel veel leuke... verschillende dingen erbij. Ik heb hier ook nog stapels met gekleurde filtertjes die je dus hierin kunt schuiven. Met een soort structuurtjes en zo en gekke kleurtjes. Dus dat is echt typisch iets waar je de tijd voor moet hebben om tijdens het filmen een beetje mee te experimenteren. Maar wel super leuk omdat je dus echt wel, ik vind wel dat je er echt mooie effecten mee kunt maken. Maar, nu ga ik de maar toevoegen wat ik merkte en wat ik had dit dus ook bij me tijdens de filmdag voor de boektrailer. En ik merkte dat deze heel goed werkte. Want ik had natuurlijk. Ik heb eigenlijk de hele boektrailer uit de hand gefilmd. Filmde het met deze camera uit de hand. En ik juist dat uit de hand, dat geeft wat wiebeligheid. Dat vond ik heel goed passen bij de film die we aan het maken waren. Dus ik had echt bewust die wiebeligheid erin. En nou merkte ik dat dit met uit de hand filmen heel goed werkte. En ik vond dat dit uit de hand niet zo goed werkte. En dan is het de vraag, waarom dan niet? En wat ik denk, is dat het effect wat je hiermee bereikt... is inderdaad dat je het gevoel hebt dat je met de camera... een soort van misschien wel ergens tussendoor kijkt. Alsof er iets voor de camera hangt. Iets wat het licht speciaal breekt. En als je stilstaat met de camera, dan geloof ik dat. Dan geloof ik dat idee dat er iets voor de camera hangt... wat het een beetje blokkeert, waardoor het licht raar breekt. Maar zodra de camera beweegt, dan zou dus eigenlijk dat weg moeten gaan. He, omdat je, stel dat het effect wat gecreëerd wordt, dat een gordijn is waar je een soort van half achter zit. Zodra je de camera beweegt, zou dat gordijn dus moeten verdwijnen, omdat je wegbeweegt van dat gordijn. Terwijl als je het hier op je camera hebt, dan beweegt dat dus mee. En ik merkte tijdens het filmen, want ik heb dit geprobeerd om te gebruiken bij de videoclip. Ik merkte tijdens het filmen dat doordat dit meebeweegt, geloof ik het effect niet meer. En dan wordt het gewoon van, je hebt iets voor je lens zitten, dat is lelijk, dus haal het even weg. En ik vond het gewoon niet geweldig werken. Dat gezegd hebbend wil niet zeggen dat je dit dus niet kunt gebruiken bij het filmen. Want als je filmt op statief of je fotografeert, want bij fotografie kan dit ook vet leuk zijn.
is het fantastisch leuke effecten. En merkte ik ook echt dat ik heel veel plezier had in dat rommelen met die rare effecten voor de lens krijgen. Ik denk gewoon alleen dat bij bewegend beeld, als je echt de camera beweegt, dat het dan minder goed werkt, deze Omniset. Nu zou het kunnen dat er wel filmmakers zijn die dit wel uit de hand gebruiken. Bijvoorbeeld in trouwfilmmakers en dat die bijvoorbeeld een close-up shot doen van de ringen met een heel klein bewegingje erin of zo. Waar ze dit misschien wel gebruiken, dat weet ik niet. Dus ik zeg ook niet dat je het nooit mag gebruiken als je een bewegende camera hebt. Ik zeg alleen dat ik dat merkte bij het project dat ik aan het doen was, dat ik merkte dat het voor mij op dat moment niet werkte. Dus ik zou ook zeker, maar dat is met alle effecten die je gebruikt als je gaat filmen, wees altijd bewust van het effect dat het maakt en werkt het voor datgene wat je wil vertellen op dat moment. Dus daar moet je altijd bewust van blijven. En als je dat doet, dan denk ik dat je niet verkeerd kan gaan. Maar experimenteer er zeker mee en ook met dit soort dingen, kijk ook zeker bij anderen. Kijk naar eindresultaatvideo's van anderen en vraag jezelf, wat vind je ervan? Vind je de effecten die gebruikt zijn mooi? Want ik kan me voorstellen dat als je zo'n effect als dit gebruikt met een camera uit de hand, dat je gewoon voelt dat het nep effecten zijn. Maar dat kan nog steeds iets zijn waarvan je denkt, ja, maar dat vind ik toch mooi. Ja, kan gewoon. Dus wees vooral gewoon bewust van wat jij mooi vindt en wat jij vindt werken voor jouw video. En ik merkte gewoon dat voor mij bij deze video werkte dat niet. En ik zal er zeker nog meer gaan experimenteren, want we hebben dit nu en ik vind het vet leuk. Dus wanneer er weer zich een volgende kans voordoet, zal ik dit zeker weer uit de kast halen. Ik heb nog één laatste soort effecten die ik wil noemen en dat zijn de Kokin filters. Die pak ik er even bij. Deze zijn trouwens, hebben we niet gesponsord gekregen. Deze heb ik zelf eerder al een keer gekocht. Omdat ik dat tof vond. En ik heb ze toevallig laatst ook weer gebruikt, dus dat was wel leuk. Kokin is een vrij bekend merk in filters die je voor de lens kunt gebruiken. En het wordt voornamelijk eigenlijk wel gebruikt in fotografie. Maar ook voor video kun je dit prima gebruiken. Nou, je ziet dat ik hier meteen een soort van set heb met allemaal ringen. En je hebt dit nu al gezien, dus je begrijpt al dat natuurlijk eigenlijk hetzelfde is. Dat ook voor de Kokin set draai je dus een ring ervoor. Niet deze. Ja, je hebt voor alle lensformaten heb je verschillende ringen. En dat is altijd nog een beetje gepiel om hem er goed op te krijgen. Zo. En Kokin die werkt dus met zo'n set. Ik haal deze nog eventjes eruit. Met zo'n ding die je dan vervolgens over die ring schuift. Oké. Nu hebben we dus een heel ding voor mijn lens. En wat het leuke is van deze set die er nu voor zit, is dat je daar meerdere filters in kunt schuiven. Dus ik had hier al een filter en je ziet dat die een soort van zwart is. Maar misschien kun je er ook net een beetje doorheen kijken. En dit is een ND-filter. En ND-filters heb je ook. En deze filters zijn eigenlijk een soort van zonnebrilletjes voor je lens. Zo zie ik het maar altijd. Want het neemt gewoon licht weg. En dat kan fijn zijn in gevallen dat je eigenlijk te veel licht hebt. En dan met filmen wil je eigenlijk het liefst filmen in 1/50ste sluitertijd. En als het te licht is, dan moet je misschien wel omhoog met je sluitertijd. Wat een soort effect geeft in je beeld, wat je misschien niet wil. Daarvoor heb je dan ND-filters om te zorgen dat het te veel aan licht eigenlijk wordt weggenomen. En je hebt daar verschillende van, want dit is gewoon een ND-filter die, even kijken wat die is. ND32. Ik heb hier ook een halve ND-filter, een gradatiefilter, zie je? Interessant toch? Wat dit soort filters die gebruik je eigenlijk om bijvoorbeeld de lucht donkerder te maken. Want luchten zijn altijd te licht in vergelijking met het landschap eronder bijvoorbeeld. Dit gebruik je dus niet per se als je ergens binnen staat te filmen in een werkruimte of zo. Maar als je buiten filmt en je hebt landschap, je hebt lucht, dan kan zoiets als dit heel handig zijn. En wat heb ik nog meer? Nog een ND-filter die nog veel donkerder is, zoals je ziet. Je kunt er eigenlijk nauwelijks meer doorheen kijken. Dit is een ND1024. Ik weet even die getallenlogica niet meer. Deze zou ik eigenlijk niet zo snel voor video gebruiken. Het moet wel heel licht zijn, wil je deze kunnen gebruiken. Ik zat er even over na te denken. Deze gebruik je eerder voor fotografie. Want in fotografie heb je natuurlijk wel bijvoorbeeld lange sluitertijd fotografie. Dat gebruik je bijvoorbeeld voor zonsondergangen om die extra mooi weer te geven. Omdat de kleuren daarvan nog dieper worden.
Maar soms heb je dan toch te veel licht en je wil wel lange sluitertijd gebruiken. Dan heb je dit soort filters die echt super zwarte ND zijn. Om dat teveel aan licht weg te halen, waardoor je de lange sluitertijd kunt gebruiken. En bijvoorbeeld allemaal effecten te creëren van bewegende auto's of zo. Heel tof. En tenslotte heb ik hier nog een polarisatiefilter. Die is rond, want een polarisatiefilter moet je kunnen draaien om het effect goed weer te geven. En een polarisatiefilter gebruik je bijvoorbeeld om reflecties anders weer te geven. Om de lucht blauwer te maken of juist minder blauw. Dus dat kan ook heel mooi zijn. En die kunnen dus allemaal in deze houder geschoven worden. Moet ik dat natuurlijk wel goed doen. Het is altijd een beetje gepiel, dat zei ik al, hè? Dat dit soort dingen gebruiken tijdens het filmen kan echt veel tijd kosten. En wat het leuke is met die Kokinset is omdat je hebt meerdere slots, zeg maar, waar je dingen in kunt draaien. Dus je kunt ook filters in combinatie met elkaar gebruiken. Dus ik kan hier ook nog het ND-filter voor zetten. En nu heb ik het ND en het polarisatiefilter erin. Dus dat soort dingen zijn wel leuk, dat je die kunt combineren met elkaar. Maar ja, het is een hoop gedoe allemaal. Ik heb dit dus laatst gebruikt omdat we buiten gingen filmen met deze camera. En ik wilde een ND-filter erop zetten, maar ik gebruikte een andere lens dan dat ik normaal had. En ik heb ook nog een ND-filter die je gewoon direct op de lens kan schroeven. Maar die zijn dus gemaakt voor een bepaalde lensformaat. En omdat ik werkte met een andere lens dan ik normaal had, had ik niet een ND-filter die paste op die lens. Onhandig, maar dit past in feite altijd, omdat je die ringen hebt waarmee je het op verschillende lenzen kunt doen. Dus toen heb ik dit op de camera gezet om tijdens het filmen extra onscherpte te kunnen maken door echt met een open diafragma te kunnen draaien, terwijl het toch super zonnig was buiten. En dat vond ik heel mooi. Dus ik was eigenlijk blij om dit ook weer voor video te herontdekken. In deze video heb ik trouwens ook al een aantal keer volgens mij gehad over diafragma en sluitertijden en ingewikkelde dingen. Als je nou denkt, ik weet het allemaal niet, of ik heb ervan gehoord, maar ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. En misschien wil je dat wel weten? Nou, daar hebben we natuurlijk een cursus over op ons online platform. Dus ga zeker eventjes naar onze webshop om te kijken wat wij allemaal voor cursussen in de aanbieding hebben. Omdat we in die cursus waar we ingaan op ISO, sluitertijd en diafragma en lenzen, ja, daar gaan we heel diep daarop in. En daar ga ik je echt leren hoe je daarmee omgaat. Hoe je nadenkt over ISO, sluitertijd en diafragma. Wat lenzen zijn, wat het voor effect kan hebben. En ook in die cursus gaan we nog met de Kokin-filters aan de slag. Omdat ik dat ook een hele leuke toevoeging daarbij vond. Dus als je dat soort dingen meer van wil weten, check dan zeker onze cursus. We zijn heel trots op die cursus. Je hebt dus naast wat ik nu heb laten zien, heb je nog meer van dit soort gekkigheid. Je hebt ook nog mistfilters bijvoorbeeld, waar ik nog nooit mee heb gewerkt. Maar waar ook Robin een keer een video over gemaakt heeft. En nog veel meer van die Kokin-filters die allemaal verschillende effecten hebben. Dus als je dit soort dingen tof vindt, ga zeker daar meer over leren. En check ook inderdaad zeker ons artikel hierover. Omdat we daarin laten zien wat in elk geval deze producten zijn die we hier allemaal hebben laten zien. En wat je bijvoorbeeld nog voor andere soorten vreemde effecten lenzen hebt van Lens Baby. Want volgens mij is Lens Baby het enige merk dat dit soort rare dingen maakt. Mocht dat niet zo zijn, laat het me vooral weten in de reacties hier onder deze video. Dat waren eigenlijk mijn laatste gedachten hier over dit onderwerp. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, dat het je geïnspireerd heeft en dat je misschien ook wel gekke dingen gaat doen nu tijdens het filmen. Laat het me vooral weten wat jouw ervaringen hiermee zijn in de reacties hieronder. En voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en veel plezier met filmen.